Hallo allemaal en fijne zondag 3 september toegewenst. En van het weer ook niks anders dan goed nieuws. We zitten met één lange zomerse, hoogzomerse periode zelfs die eraan komt vandaag en de komende dagen. Van nazomers weer is eigenlijk helemaal geen sprake meer. Het wordt gewoon zomers. Vandaag al een voorproefje daarvan. De temperaturen lopen flink op. Vanochtend hier en daar een beetje nevel of een mistbank, maar die zijn intussen al opgeruimd en we krijgen niets anders meer dan zon te zien. Zon afgewisseld met wat hoge sluierwolken, dus het is niet echt diep blauw waar we tegenaan kijken, maar eerder zo een beetje gemengd met wat hoge mistslierten die daar hangen of sluierwolken genoemd. En ja, die kunnen af en toe misschien de zon een klein beetje hinderen, maar veel zal dat niet voorstellen. Eventueel komt er landinwaarts ook wel een klein beetje stapelbewolking opzetten, maar ook dat zal weinig voorstellen. De zon die blijft toch volop schijnen. De temperaturen lopen daarbij goed op en halen gemakkelijk een 22 graden aan de kust. Landinwaarts gaan we naar een 24 graden. Wie weet rolt er zelfs al lokaal een enkele 25er uit de bus. De wind houdt zich heel koest, zit in een noordoostelijke richting, waait zwak, hoogstens matig. Aan de kust kan er misschien tijdelijk in de loop van de middag een zwak zeebriesje komen te staan, maar dat stelt ook amper iets voor. Vanavond koelt het dan langzaam af. Toch wel opmerkelijk dat we zo'n warme septemberavonden krijgen, met temperaturen die maar heel laat weer onder de 20 graden duiken en tegen de ochtend nog rond de 13, 14 graden zitten. Het is ook vanavond en vannacht wat licht bewolkt met wat hoge sluierwolken. En eventueel, want de nachten worden langer, vormt er zich wat nevel of een enkele mistbank. Maar die wordt dan morgen snel en vlotjes opgeruimd. En wat dan volgt is een lange week met volle hoogzomerse temperaturen. Morgen al gaan we de 25 graden doorbreken. We kunnen zelfs maxima halen van een 5, 6, 27 graden. Dinsdag gaan we al naar een 8, 29 graden. En woensdag dan slopen we de grens van de 30 graden op veel plekken. Ik zet er de pluim even bij, dan zie je dat die temperaturen flink oplopen de komende dagen. En dat daar eigenlijk nauwelijks rem op staat. Ook in de tweede helft van de week blijven we hoge maxima noteren. Dat gaat telkens gepaard met heel veel zon. Over regenbuien of storingen spreken we niet, die komen er voorlopig niet aan te pas. En de minimumtemperaturen die blijven ook heel hoog zitten, minima van 13 tot 15 graden. Een eventuele omslag komt er pas niet of eventueel de vroegste voor volgend weekend aan. En dan nog, je ziet dat er nog veel lijntjes zijn die ook later nog hoge temperaturen tekenen. Dus we zijn vertrokken voor een lange zomerse week. Alvast bedankt voor het kijken, profiteer ervan en graag tot morgen. Dag.